De basketbalsters van Lone Lions hebben wat goed te maken. Afgelopen woensdag verloren ze namelijk ruim de eerste wedstrijd om het landskampioenschap van Grasshoppers. En dat moet dus anders. Niet voor het eerst dit seizoen neemt Tanja Breuring Lions op sleeptouw. De ploeg wint de tweede wedstrijd in de Best of Five serie. Nee, ik wil niet zeggen alles lukte, maar we hadden ze vooral verdedigend echt in de tang. En dan wordt het voor hen heel erg lastig om in een wedstrijd te komen. En wij kwamen er wel in en dan nemen we echt de leiding. De aanvoerder van Lions loopt al jaren mee en is een van de steunpilaren bij het team. En bij de fans is ze uiterst geliefd. Op het veld dan praat ze even de moed in van team. Jongens, kom op, even scherp zijn. Kom op, meiden. Hoor je vaak ook haar schreeuwen over het veld, hè? Kom op, meiden! Tanja is natuurlijk onze aanvoerder en heel belangrijk in het team. Die beheerst in het veld en die verdeelt natuurlijk de hele boel. In de wedstrijden, hè, is het natuurlijk ook wel belangrijk. Vaak veel punten, goede inzet, rebounds en zo. Ja, dus in die zin zeker heel belangrijk. Ik sprak juist wat fans. Nou, ik wil nog net niet zeggen. Ja, eigenlijk wel. Je wordt op handen gedragen. Nou ja, dat is natuurlijk overdreven. Jawel. Nou ja, kijk, je hebt hier gewoon ervaring. Je bent al lang bij de club. Ik ben natuurlijk voor ik naar het buitenland ging, was ik ook bij Loon. En ja, je geeft veel en je krijgt dat dan ook terug. En dat is denk ik gewoon echt waar deze club ook om draait en dit team om draait. En ja, wij werken heel hard. En dat vinden de mensen eromheen ook heel leuk. En wij waarderen ook heel erg de mensen eromheen. En dan word je een team en een club en dan sta je sterk. En waar dat dan toe leidt, ja, dat moeten we nog gaan zien. Begin dit seizoen nam de basketbalster op een prachtige manier afscheid van Oranje. Dat is iets waar ze nog regelmatig aan terugdenkt. Dan krijg je eigenlijk toch terug wat je er heel onbewust altijd in hebt gestoken. En niet alleen in de sport, maar ook in de mensen om je heen. Basketbal is haar leven. Toch is er nog de vraag of Breuring volgend jaar het shirt van Lions draagt. Het wordt een oude dame. Ik weet niet of ze dat in dank afneemt als ik dat zeg, maar dan maakt me niet zoveel uit. Ze heeft wel wat nare blessures die wel treatment nodig gaan hebben. En dat is wel een belangrijke factor. Dus als dat niet goed zou gaan, als dat niet goed behandeld kan worden, dan gaat dat wel de keuze beïnvloeden, ja. Als ik het voor het zeggen heb, dan ga ik nog een jaar door. Maar het zou zomaar eens kunnen dat mijn lijf het voor het zeggen heeft. En dan is het niet zo. Dus ja, ik laat het daar echt van afhangen. En ik ga dat ook pas na 3 maanden rust of een periode van rust heel rustig bekijken. Dinsdag is de derde wedstrijd in Landsmeer.